Ik ben Ming van. Ik ga vandaag een bami-soep maken. En ik ga niet alleen zomaar een soort bami-soep maken, maar bami-soep met geroosterd eend. Wat ik nodig heb, natuurlijk, is een bami. Je kan, dit is toevallig wat ik thuis heb, maar je kan ook andere soorten bami gebruiken. Maar niet de bami die je bami goreng maakt. Daarnaast heb ik wat groenten nodig. Ik heb hier voor mini Shanghai pak choi gekozen. En ook nog een beetje bosuitje. En om bami soep te maken heb je natuurlijk soep nodig. En dat is eigenlijk een soort bouillon. Wat ik meestal doe is gewoon bouillon uittrekken van een kip. Bout of een hele kip. Maar als je het thuis, als je te veel moeite vindt, dan kun je gewoon echt een bouillonblokje gebruiken. Ik heb al gezegd, bami soep met de geroosterde eend. Tuurlijk heb je dan eend nodig. Ik heb hier een eend. Die heb ik op dezelfde manier voorbereid als de ene film die ik samen met meneer Chong heb gemaakt. Want hij vertelde mij van de manier om die kip te maken kun je ook toepassen aan een eend. En daarna roosteren, dan heb je ook echt net zo lekker geroosterde eend. Dus daarom ga ik vandaag uitproberen. Het enige wat je aanpast is als je dezelfde manier gaat nadoen, dat is volgens mij is voor de kip een kwartiertje in die smaakwater. Maar dan moet dit wel meer dan een kwartiertje, minimaal half uurtje, want eend is veel groter dan een kip, daarom. Wat nu de meeste tijd neemt voor dit gerecht te maken, dat is kipbouillon trekken. Dus ik begin nu maar daarmee. Pan water, gewoon kraanwater. Ik heb nu lauw water gebruikt, als het hete water is. Als je dan de kipbout erin doet, dan sluit het van buitenkant af. En dan komt de smaak niet meer uit. Daarom moet je gewoon lauw of koud water doen. Een beetje gember. Ik heb hier een shallot. Je kan ook uien gebruiken of shallot. Je hoeft ze alleen maar grof te snijden en dan gewoon mee doen in water. Wat prei. Nou, dat was het. Nou, bouillon is aan het koken. En nu de volgende stap. Eend. In de grill doen. Nou, ik gebruik natuurlijk weer mijn FlavorWave om dit klaar te krijgen. Dat is heel handig. Doe ik een kwartiertje eerst. Dat kunnen we zo meteen zien. Want dit is juist heel handig. Je kan van buitenkant zien of die niet aanbrandt, wat dan ook. Kun je altijd goed in de gaten houden. Dus begin met 15 minuten. Kippenbouillon kookt en dan zie je dat er boven een lage schuim zit. En dat zijn de vuil uit de kip. En die gaan we eruit halen. Laat nu nog even goed koken. En zometeen zetten we hem op laag vuur dat hij rustig mag sudderen. Doe ik deksel op, zodat die smaak van de kip binnen blijft. Niet weggejaagd worden door. Stom. Ah, het is die. Maar eend ziet goed uit. Ik ben tevreden tot nu toe. Proost. Chinees, ja. Proost met de koffie. Ik heb net een tussenstukje gestopt. De eend gestopt, zodat ze een beetje afstand creëert tussen mijn grill en eend. Zodat ze geel wordt gegrild in plaats van alleen één plek. Maar ziet nu echt heel mooi uit. Ik ga nu even omdraaien. Kijk man. Echt heel mooi. Wat ik nu ga doen is omdraaien. Achterkant moet ook even goed gegrild worden. Doe ik deze weer terug. Bij voorkant aan de borst heb je meer vlees, dus je hebt meer tijd nodig. Aan de achterkant heb je er niet zoveel tijd nodig. Dus ik ga hier maar 10 minuutjes doen. Even ruiken of het goed is. Niet smaken, want die heeft nog geen smaak. Ruikt heerlijk. Nou, nog 10 minuutjes is de eend klaar. Dus ik ga nu bami koken. Vuur. Bami koken doe je met een pan met water. Hier moeten we eigenlijk gekookt water hebben. Die heb ik niet. Dus een pan kraanwater. Laat koken. Ik ga er ondertussen alvast groenten mooi snijden. Mooi hè, zo. Alles erop en eraan en dan kun je in één hap mond stoppen. En nog een klein beetje bosuitjes erbij. Ik heb nu een andere pan gepakt om kipbouillon op smaak te koken. Die bami is al klaar. Hoeveel bouillon je gebruikt mag je eigenlijk zelf weten. Dat is het mooie van zelf koken. Hè? Alles zelf bepalen.
kan een beetje zout in doen. Klein beetje zout en peper. Klein beetje olie. En dan doe ik de bami erbij. Rustig laten koken. Die zakt zo meteen wel vanzelf door als die onderkant gekookt is. En hier heb ik kippenbouillon die kookt. Doe ik een beetje zout in. Himalaya Pink Grof Pakistan. De bami zit er helemaal onder water al. Laat die dan rustig 2 minuutjes koken. De bouillon doe ik nu een beetje peper. Wat vetje in de kippenbouillon. Even proeven. Wauw. Die smaakt super. Alleen nog een beetje te flauw, vind ik. Dus ik doe nog een beetje zout erin. Zo, de bami na 2 minuten koken doe je er gewoon vuur uit. Laat die gewoon zo zitten. Niet uithalen, gewoon oeps. Ik zie dat de peking in bijna zo ver is. Dus ga ik alvast de groenten in de bouillon doen. Nog even laten koken. Als je erin doet en het kookt, dan moet je vuur uitzetten en dan is het ook klaar. Nou, ik moet echt meneer John bedanken om dit recept. Dat is echt super handig. Bouillon kookt. Ik zou je echt aanraden om zelf bouillon te trekken in plaats van bouillonblokje. Ik heb nu een schot aangedaan, want ik ga zo hakken met baking eend. Dat wil ik niet op mijn witte blouse hebben. Eerst even testen of eend al goed garen is. Pak je gewoon zo'n satéprik of prik die je thuis hebt. Gewoon bij de dijenfilet, dat is altijd het dikste. Die kan makkelijker insteken tegen dat je garen is. Oep. Je kan, als je dit ziet, belooft al echt alles dat vlees super sappig is. Zo. Ja. Kijk man. Super mooi. Die eraf. Nu eerst gaan doen. Ik laat die even hier staan. Ga ik die bami uithalen. Delen. En nu de groenten hierbij doen. En ga ik de bouillon nu nog even goed snel koken. Met de bosuitjes erop. En dan doe je de bouillon op. Je moet de bouillon opdoen wanneer je gaat opeten. Je moet niet eerst opdoen en een half uurtje laten staan. Dan wordt de eend, buitenkant van de eend ook zacht. En dat is ook niet meer lekker. Bami-soep met geroosterd eend. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, even een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot de lid van mijn YouTube-kanaal.